De Floaters. De ober komt zo. Oh ja, oké, okay, dankjewel. Ja. Ja. Goed. Sherry, Sharon. Sharon, ja. Sharon. Sherry. Ja. Sherry vind ik ook wel leuk. Ja? Ja. Hou je van Sherry? Ja. Ja, ik hou van Sherry. Het is de kerst, toch? Sorry? Nee, Sherry is kerst, toch? Is een kers? Ja. Ja, maar het is ook een drankje, sherry. Oh! Oh! Ja? Ja, martini, sherry. Oh, nee, dat drink ik niet. Ik drink meestal... Ja, thee, munthee. Munthee? Ah, oké. Okay. Mm-hmm. Nou, ik hou van alle cocktails. Gewoon, noem het maar op. Ik maak ze. Ja? Ik ben ontzettend... Maak je cocktails, ja, maak je ze zelf. Ja. Ik heb Sex on the Beach is... Bloody Mary natuurlijk. Leuk zeg. Ja. En je hobby's? Wat voor hobby's heb je? Oh, ik heb ontzettend veel hobby's. Ja, ontzettend veel. Parachutespringen vind ik geweldig. Bungee jumpen. Ja, ik kart als een gek. Wauw. Ja, Ja. Jeetje, ik vind het echt... Nou ja, ik alles met een kick. Alles met een adrenaline boost. Hè? Ja. Dat je het gevoel hebt... Ja. Ja. Leuk hoor. Ja. Ik hou van haken en breien en kaas proeven vind ik ook wel leuk. Ja. Ja. Ik kan omeletjes kan ik ook bakken. Dus dan zoek ik omeletreceptjes zoek ik wel eens op. Oh ja, yeah, oké. Okay. Ja. 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 Oh, even. Hi. Hi Wilfred. Ja, ik zit even aan tafel. Met. Wat was je naam ook alweer? Fred. Fred. Ja, ik heb een date, ja. Oké, okay, ik heb er nu even geen tijd voor. Ik ga even door, ja? Oké, okay, doei. Oké. Mijn ex. Ik wil af en toe nog een beetje bellen en zo. Ah. Ja. Heb jij een ex? Nee, ik ben vrijgezel. Oh, vrij en gezellig. Ja. Ik ben heel gezellig. Leuk. Een kroegtijger ben ik. Ik ga er echt helemaal los. Leuk. En je werk, wat voor werk? Oh, ik ben manager bij... Oh, ik heb nog een cadeautje meegenomen. Als een soort voorloper op onze volgende date. Misschien een beetje voorbarig, maar het is een koeltas. Om mee te kunnen... Ja, god. Wat romantisch. Ja. Echt, ik heb nog nooit zo'n koele tas gekregen. Ja, dat was ook... Leuk, man. Zo leuk. Ik hou van, dan kunnen we picknicken of zo. Ja, precies. Daar zat ik dus ook aan te denken, Sherry, Sharon. Ja. Ja, echt heel origineel. Ja. Heel leuk. Ja. Wat doe jij zoal? Ik ben eigenlijk gewoon huisvrouw. Ik vind het best spannend hoor, trouwens. Ja? Eerste date. Ja. Sorry hoor. Ik ben huisvrouw. Kunnen we trouwens even proberen te bestellen? Of... huisvrouw. Ja. Huisvrouw, ja. Oh ja. Ja. Oké. Okay. Dus heel rustig receptjes uitzoeken en kijken op... De omelet. Ja, omeletreceptjes. Kijken hoe je het beste dingen kunt wassen. Niet te heet of zo, weet je. Dus wassen? Echt,
temperatuur, graden berekenen. Ja, dus, ja. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, ik heb wel een paar keer gesolliciteerd, maar ik ben eigenlijk, ik heb niet zo'n lang cv. Ik heb een paar dingetjes hier gedaan, daar gedaan. Dus dat is het eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Maar ja, ik weet het wel hoor. Wat weet je? Ja, we weten het wel toch? Ja. Toch? Ja. Oké. Okay. Ja? Leuk. Ja. Ja. Hi, Roepie. Hoe is het met je? Dit is Sophia. Je weet wel, je collega schoonmaakster. De vrouw die jij hebt aangenomen een maand geleden. Ik wil even laten weten aan je dat de studio helemaal is schoongemaakt. Hè? Studio Bruine Bonen is kant en klaar schoon binnen de tijd. En ik heb ook niet eens één keer pauze genomen. Dus ik zie je denken. Je denkt van, wat is aan de hand met Sophia? Nou, ik ben gegroeid en ik heb het gevoel dat het tijd is voor de volgende stap. En ik heb dus gesolliciteerd en ik ben aangenomen. Ik ben aangenomen als coach. Ik help mensen om de beste potentie uit zichzelf omhoog te halen. Ja, fantastisch hè? Ik kan het bijna niet geloven, maar ik begin heel snel. Dus je hoeft me niet in te plannen. Niet morgen, overmorgen of overmorgen. Want ik begin al heel snel bij mijn nieuwe job. Ja. En by the way, weet je familie al dat je gay bent? Huh? Want ik kan je ermee helpen, hè? Weet je, er zijn nog 2 plekken over bij mijn coachingsworkshop. Dus meld je heel snel aan. Ja? Dan zie ik je dan. Doei. Ja, welkom bij de les. We leren hier zo vandaag om te dansen op de Gay Parade, ja, in Amsterdam. Ja. Dus volg mij, doe wat ik doe, ja? Dan ga je daar een heel mooi figuur slaan. Oké. Daar gaan we. Let op de muziek. En kom maar. En andere kant. En nog een keer. En andere kant. En vinger naar de mond. En op je kont. Vinger naar de mond. En op je kont. Vinger naar de mond. En wijzen. En wijzen. En kom maar. En kom maar. En kom maar. 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 Kwart nog draaien. En En vinger naar de kont. En vinger naar de mond. En vinger naar de kont. En vinger naar de mond. En wijzen. En draaien. En andere kant op. En wijzen. Niet, dat ben ik niet aan het doen. We zijn maar bij de les blijven. Bij de les blijven. Sorry. Wijzen. Ja. En andere kant. Wijzen. En dan gaan we weer. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Goed zo. En nou jij. Helemaal solo. Helemaal solo. Ja. Vinger aan de mond en aan de kont. Heer aan de mond en aan de kont. Ja, heel goed. Heel goed. Vinger aan de mond en aan de kont. Weer aan de kont en aan de kont. Heel goed. Vinger aan de mond en aan de kont. Nee, wat je nou aan het doen bent, dat staat niet in het. Dat is niet in de les. Deze gekke dingen doen we niet. Ja, we doen geen gekke dingen, alleen maar hele serieuze dingen. Oh, oké. Okay. Ja. Je moet me wel serieus nemen, anders schrijf ik je uit. Oké. Okay. En vinger naar de mond. En naar de kont. Ja. En naar de mond. En naar de kont. En wijzen. En switch. En switch. Ja, maar het is verwarrend, hè? Hoezo? Nee. Het is een hele routine. Vinger naar de mond, naar de kont. En wijzen. En draaien. En wijzen. En draaien. En deze ook erbij. Deze ook erbij. Kijk tussen je vingers door. Kijk tussen je vingers door. Anders zie je niks, hè? Heel goed. Heel goed. Nou, waar ga je naartoe? Hallo. Hallo. Hallo, goedenavond trouwe kijkers van Studio Bruine Bonen. Hartstikke fijn dat u kijkt. We hebben vandaag een uitzending met rap, cultuur, hè, een beetje street. En ik heb een speciale gast vandaag uitgenodigd. Hij heet MC Handler. Handel, MC Handel. Handel. Je hebt een handel, weet je wel. MC Handel. Ja, ja,
Ja. Welkom, welkom. Ja. Ja. Nou, ja. Wat... Sterk begin is dit, overigens. Ja? Ja? Oh, ja. Dankjewel. Ja, ja. Ik heb een hele goede presentatietechniek, heb ik van mijn baas begrepen. Ja, dan mag je nog wel een keer terug. Maar goed. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, MC Handler. Handel. Als je de taal moet, hè, de lingo, dan moet je ook wel een beetje weten waar je het over hebt, hè? Ja, ik heb... Vreed? Ik heb het voorbereid, dus ik heb heel goed gekeken hoe... Ik vroeg me af, hoe worden jouw... er zit een bepaalde structuur in jouw rap. Klopt dat? Ja, dat is logisch. Je hebt een begin en je hebt een eind. Wat wil je? Nou, ik vroeg me af, wat inspireert jou om te rappen? Gewoon. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Je rapt of je rapt niet. Dat komt of het komt niet. Weet je? Ja. Maar kun je de kijkers een beetje meenemen? Hoe ontstaat zo'n zin? Nou, laatste, hè? Ja? De laatste track die ik heb, dit is Om Zeep. Om Zeep? Ja. Om Zeep. Zeep. Ja. Ja. Nee. Dat, niet? Nee. Nee? Ja. Wat dan? Nee, gewoon om zeep. Oeh. Ik zie de wereld op dit moment gaat met z'n allen naar de kloten. Mm-hmm. We hebben alles, maar dan ook alles gaat worden om zeep geholpen worden. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, we willen heel alles graag... Alles is gewoon aan het afbrokkelen. Ja. We vernachelen het. We brengen het echt... Van de regen in de fucking onweer. Ja. Niet eens in de drup, maar gewoon rete vet. Oké. Vreed. De tering wordt het. Het gaat echt helemaal de verkeerde kant op. Heel graag willen we dus die track even beluisteren. Dus sit back and relax. Om zeep. Je wil dat ik hem nu ga zingen. Nee. Cut. Wat is dit? Dit is niet de afspraak. Dit is niet de afspraak. Nou, ik heb duidelijk gezegd in mijn rijder, als ik ga rappen, dan moet de hele situatie echt totaal anders zijn. Oké. Okay. Dit is niet zoals het is afgesproken met mijn manager. Nou ja, ik heet niet voor niets Mr. MC Handel. Ik snap het. Ja, maar jij hebt er geen handel op, hoor. Nou, ik heb het. Shit, man. Tering troep. Is dit het? Wat is dit voor een ongelooflijk MC soortje? Handler, even. Nee, ik heb hier een draaiboek ontvangen. Dit is gewoon totaal om zeep geholpen. Deze hele fucking zin is gewoon... Nou ja, dan gaan we even nog rappen. Doe maar even het muziekje. Jezus. En dan, niet kunnen we even het muziekje doen. Nee, we gaan niet de mijne doen. Dan kunnen we op die manier even afsluiten. Doe maar het muziekje, techniek. Om zeep. Yo, we zijn hier om zeep. Alles naar de kloten. Alles wat we stop willen maar, stop maar, is... Stop! Kat! Sorry, dit gaat echt te ver. Dit gaat niet de lucht in. Sorry, maar... Ik ga hier werk van maken. Nou, hartstikke leuk dat jullie gekeken hebben naar een aflevering van Studio Bruine Bonen. MC Handler is even wat dingen aan het handelen. En we zijn heel gauw terug bij jullie. Nee, het gaat maar. I am the floaters.